Nou, het ergste wat ik dit jaar heb meegemaakt was op een gegeven moment in juli, op een zaterdag, stond ik in Amsterdam aan de Prinsengracht. Te zwaaien naar allemaal homo's op een bootje. Dat was ook heel... Ja, en dan niet alleen met die vrienden, met 480.000 andere Nederlanders. Dus er kwamen er allemaal homo's op een bootje langs. En dan stonden wij, dag homo's op een bootje, dag. En die homo's zeiden, dag, dag hetero's, dag hetero's, dag hetero's. En wij, dag homo's op een bootje. Het is echt gebeurd, hè? Dat je niet denkt dat het op hol geslagen is. Laat ik even duidelijk zijn, ik heb niks tegen homo's. Ik heb niks tegen homo's op een bootje. Ik heb niks tegen blote homo's op een bootje. Ik heb niks tegen 1000 blote homo's op een bootje. Hoewel ik het wel heel veel blote homo's op een bootje heb. Maar ik kan dus niet tegen 1000 blote homo's op een bootje die een beetje zat te mutsen als blote homo's op een bootje. Moet ik hem nog een keer doen of zeg ik snap nou? Er was één homo met een hoed op. Ik zei tegen die vriend, waarom heeft die ene homo nou een hoed op? Nee, dat is geen homo, dat is de minister. Weet je, ze praat dat niet wel. Ik zei, maar waarom heeft de minister, wat doet de hetero-minister dan op de homoboot? Ja, daarmee laat de minister zien dat hij niks tegen homo's op een bootje heeft. Dat is heel goed van de minister. En dat gingen we allemaal zwaaien. Goed hoor, minister, dat je niks tegen homo's op een bootje hebt. Communicatie 2008. Ik zei tegen die vriend, als jij het aan de hoedoes uitlegt, vertel ik het aan de toetsies. Flikker erop, man. Op een gegeven moment kwam er een boot langs met een homo-Sinterklaas. Een homo-Sinterklaas met 7 zwarte mietjes. Ik zie hem nog zo langs. En 2 boten daarachter was een homo-paashaas. En opeens werd ik helemaal warm en enthousiast. Ik dacht, oh, wat zou dat mooi zijn als dat matchte vannacht. Als dat wat werd, de homo-Sint en de homo-paashaas. En als die homo-Sint die homo-paashaas dan even lekker reviaans met de roeg heeft. Wauw. Dat hij dan zegt, wie zoet is, krijgt lekkers en dat is de roe. En dat die paashaas dan staat van, ja, ja. En die Sint die wordt helemaal enthousiast van je klits, klets, klanderen. Van je ene reet op de andere. En die paashaas die staat daar, ja, ja. En denkt onderhand, hoe kom ik aan die hoed? Weet je, dat zijn er wel die dingen. En ik stond er maar te zwaaien, want het waren veel homo's hoor. Ik stond maar te zwaaien. En op een gegeven moment ging ik ook weer aan andere dingen denken. Op een gegeven moment ging ik aan het milieu denken. Want daar moet je ook af en toe even aan denken. Je hoeft er niks aan te doen, maar je moet er af en toe even aan denken. Het is ik had net zo'n eens gelezen dat het gaat niet goed met de wereld, weet je wel. De aarde warmt te snel op en de ijskap smelt. En het duurt nog een paar jaar en dan is de Noordpool bevaarbaar. En dat is heel erg. En toen dacht ik, ja, dat is ook erg. Maar het is natuurlijk wel weer leuk voor de Eskimo's, want die... ja, die hebben nog nooit een gay parade gehad, dacht ik. Die zitten maar in die iglo met dat kleine pegeltje te zwaffelen van... Wanneer zijn wij nou een keertje aan de beurt? Toedeloe.